Zijn we nu nog niet klaar met carnaval? Nee, zeker niet. Vandaag was namelijk het traditionele Prinsenwegen in het Stadspaviljoen in Eindhoven. Prins Benny de Eerste mocht ook als eerste. Hoeveel kilo's is onze prins kwijtgeraakt? Hij heeft hard gewerkt. Hij heeft heel hard gewerkt. Zijn vorige stand was 108 kilo. En nu op 99,4. 99,4. 99,4. Een prestatie om trots op te zijn. Maar Benny, waar is dit toch allemaal goed voor? Ja, kijk, je hebt carnaval en dan heb je vasten. En we hebben voor de carnaval hebben we gewogen. En nou met halverwege de vastenperiode. En dan gaan we kijken of er wat schot in zit, zeg maar. Hè. En hoeveel kilo is er bij jou af? 10% van mijn gewicht ben ik kwijt. En waar heb je dat, wat heb je allemaal dan niet gegeten of gedronken? Nou, na carnaval was ik wel even klaar met bier drinken, dus dat scheelt al heel hoop. En met dat bier drinken, dan komen die borrelhapjes ook niet zo snel. Dus ik denk dat dat al heel veel gescheeld heeft. Ja. Tja, vaste. Moeilijk om vol te houden. Zangeres Annelies Stoop van het wereldberoemde duo De Stoopjes uit Geldrop heeft het ook geprobeerd. Maar zij had het te druk met optredens om de hele vaste periode uit te zitten. En we mogen overal op dat wij zijn. Nee. En dan was goed hier over een uurtje weer even een liedje zingen samen. Maar je bent nergens anders voor gevraagd? Nee, maar vandaag niet. Vandaag eigenlijk hebben we daar aan dat ik daar stadsmiddag aan een goede vriend van ons mag. Dan gaan we het niet wonen, want toen we later niet even vanavond thuis zijn. Hou op! Ik ben gewogen, ja. Ja, en hoeveel was er vanaf? Nee, ik kom uit Brabant, hè. Dan gaat er niks af, hè. Dan gaat er niks. Hoeveel is erbij gekomen? Dat kan ook niet. Nou, het was helaas 1 kilootje. Erbij. En hoe kan dat dan? Nou, ik zeg al, ik kom uit Brabant. Brabants leven, dat is gewoon goed. Dat is gewoon keigoed. Dat moeten we zo houden. Dus die heeft de afgelopen tijd de pils niet laten staan? Ik ben een beetje overgestapt op whisky in de tussentijd. Ik denk, dat helpt misschien. Na het Prinsenwegen werd het motto voor het komende Lampegatse carnaval bekendgemaakt. Mijn Lemke gooi niet uit. Dat is het geworden. De leus werd verkozen uit 93 inzendingen. De bedenker van de winnende slogan is Charles van de Langerijt. Die had hem vorig jaar ook al bedacht. Dat was het voor nu. Alaaf en tot volgend jaar.